Hallo, ik ben Evert de Napel en naast mij zit tot mijn genoegen Jurie Mulder. Hallo Evert, ik heb zin in de wedstrijd, jij ook? En vandaag gaat het dus tussen Chelsea en Atletico de Madrid. Stamford Bridge mag dan al bijna 140 jaar oud zijn, maar zo oud ziet het stadion er nou ook weer niet uit. Nee, maar wel lekker traditierijk. Ik heb er wel eens gezeten. Het stadion zit zo ongelooflijk dicht bij elkaar. Het zit zo opeengepakt. Het heeft echt een fantastische ouderwetse Engelse sfeer. Het ademt echt traditie uit. Met deze formatie stapt Chelsea het veld op. Ze verschijnen vandaag in een klassieke 4-4-2 opstelling aan de start. Waarbij de twee spitsen voor de doelpunten zullen moeten zorgen. Met deze formatie stapt Atletico Madrid het veld op. Ze verschijnen vandaag eveneens in een 4-4-2 opstelling aan de aftrap. En daarbij zullen de twee spitsen voor de doelpunten moeten zorgen. Chelsea heeft de laatste jaren veel trainers versleten. Ook de Nederlanders Gullit en Hiddink hebben er gewerkt. De Italiaan Ancelotti en natuurlijk de Portugees José Mourinho. Die trainer was van 2004 tot 2007. Ja, onder Mourinho pakten ze de eerste titel. En werden ze daarna nog een paar keer kampioen. Kukbert Topaloglu leidt vandaag de wedstrijd. De aftrap. Spel is onderweg. Ga er maar eens goed voor zitten voor wat 90 minuten topvoetbal moet worden. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Antoine Griezmann. Hij redt en heeft de bal vast. Oscar. Hij zoekt naar steun. Wat een vaart. Blijft gevaarlijk. Ja, bedankt, zegt de keeper. Een juweeltje dit schot. De keeper heeft die bal. Ja, en nu? Slaat hem weg. Juan Fran. Gabi. Hij heeft meerdere opties. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Kijk nou. Chelsea. En de aanvoerder van de ploeg laat zien hoe het moet. Geweldige goal. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. En dat was de eerste van de wedstrijd. Thiago. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Torres. Bal gaat net naast.
Ivanovic. Die paas gaat breed. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Torres. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Van zo'n grote afstand lukt het hem niet. Hij had misschien toch beter kunnen pasen. Ja, misschien wel. Maar hij schiet ze er anders ook wel eens in, hoor, van die afstand. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Die liepen. Thiago. Torres. Stop de eerste. Ja hoor, de gelijkmaker. Goal voor Atletico Madrid. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die miste wel raad mee. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Oscar. Azpilicueta. Snelle uitbraak van Chelsea. En een schot. De aanval van Chelsea resulteert in een hoekschop. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Torres. De scheidsrechter past de voordeelregel. Ja, goed gezien van de scheids. Knap rondgetikt. Wat een actie. Dat ziet er goed uit. Het doel staat te trillen. Oscar. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Volgens mij denken ze dat Chelsea makkelijk gaat winnen. Nou, ik denk dat het Sevilla zal tegenvallen. Bal gaat uit en dus een doeltrap. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden, hoor. Nog zo'n loepzuivere paas. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt.
Ziet er gevaarlijk uit. De bal wordt goed geblokt. Keeper hoeft niks te doen. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Dit is het moment. En de voorzet in handen van de keeper. De scheidsrechter fluit voor een vrije schop. Ja, meegenomen die vrije trap. Eens kijken wat ze ermee kunnen doen. Wat gaat hij doen? Jammer, dat was een mooie kans. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Oh! Oh! Dat is een duidelijke penalty. Houdt het hoofd koel. Ja, die zit. De strafschop wordt benut. Goed benut de strafschop. De goal vanuit een andere hoek. Torres. Godin. Juanfran. Maakt zich wellicht al op voor een schot. En daar is de boogbal op Torres. Azpilicueta. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Ja, dit gaat goed. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Torres! Overtreding en Chelsea krijgt een vrije trap. Rode kaart. En wie moet ze er dan nu in schieten?
scheidsrechter fluit voor rust bij een stand van 2 tegen 1. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. De tweede helft is net begonnen op Stamford Bridge, het stadion van Chelsea. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Chelsea krijgt een vrije trap. Geel en niet opnieuw rood, gelukkig. Nee, voor hun inderdaad gelukkig. Want ja, met meer dan één speler rood van het veld, dat wordt wel erg moeilijk. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Torres, Gabi, Koke, Oscar. De bal gaat heen en weer. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? Chelsea! Deze wedstrijd verloopt minder stroef dan ik had verwacht. Ze trakteren ons op veel kansen en houden de tegenstanders toch aardig in bedwang, hoor. Ik had niet gedacht dat deze wedstrijd zoveel kansen zou opleveren. Terecht dat ze beloond worden voor hun goede spel. Hij weet zijn hoofd goed tegen die bal te krijgen, Evert, en dan is het een bekeken zaak, doelpunt. Torres. Thiago, Juanfran, overtreding en Chelsea krijgt een vrije trap. Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. De coach besloot dat het wel mooi was zo. Het leek er niet op dat ze het zouden redden. En in deze tweede helft wil hij er meer werk van maken. Eens kijken of zij een plannetje slaagt. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Thiago. Philippe. Ja, nu kan hij de bal voor de goal gooien. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt weggewerkt door de tegenstander. Mooie boogbal richting de tweede paal. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel.
Moses. En hij is weer aan de bal. Hij speelt uitstekend vandaag. Goeie tackle. En hij neemt het balbezit weer over. Juan Fran. Atletico Madrid mag ingooien. Oké. Godin. Oké. Philippe. Chelsea aan de bal. Cahill. Scherp verdedigd met zulke acties in een wedstrijd beslissen. Juan Fran. Gaat dit hem worden? En de uitbraak wordt afgestopt. Opluchting bij de tegenpartij. Philippe. Bal kwijt. Tegenpartij is nu aan zet. Antoine Griezmann. Jongen, dat was hem echt eventjes, zeg. En dat op dit niveau. Goed gedaan van de verdediger. Goede slijding, hoor. Torres. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Azpilicueta. Speelt zijn verdediger helemaal weg. Een schot. En deze situatie levert een corner op voor Chelsea. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima. En Chelsea gaat wisselen. Met zijn hoofd notabene. Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet goed bij. Nee, de bal was gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Cahill. En hij wordt nu aangevallen. Hij gooit de bal voor het doel. Eens kijken of er iemand tegenaan loopt. En de keeper heeft hem zonder problemen.
daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Inworp voor Atletico Madrid. Godin. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Hazard. Nou, bal kwijt. Vrije trap. En dat is een van de laatste kansen in de wedstrijd. Rode kaart. En wie moet ze er dan nu in schieten? Die sliding was niet volgens de regels. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Chelsea zet een wissel in. En hier zien we het aantal overtredingen. En die actie wordt beloond met balbezit. Ze krijgen een vrije trap. Moses. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafschopgebied. Eens kijken. Hoekschop voor Chelsea. Chelsea krijgt een hoekschop. Godin. Hij heeft zich goed vrijgespeeld en kan de voorzet geven. Corner. En zelfs de keeper komt mee naar voren. De bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Die liepen. Juanfran. Nog een vrije trap en misschien meteen de laatste kans.
Hazard. We krijgen nog een vrije trap, zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Dat was het dan. Direct rood. Hij mag vertrekken. Ja, hij kan gaan douchen. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. De scheidsrechter had geen keuze hier. Het duel is afgelopen. Toen ze met minder spelers verder moesten, dacht ik dat ze het wel konden vergeten. Maar nee dus hoor, ze pakken toch nog de overwinning. Ja, het is net alsof er dan een knop omgaat, Evert. Iedereen gaat een stapje extra doen, omdat je met een man minder bent. Nou, hij heeft geen slechte wedstrijd gespeeld, hè, Jori. Wat vind jij? Ja, moet je eens kijken hoe hij die strafschop verzilvert. En dat helpt zijn ploeg aan de overwinning. Dus ja, die heeft kunnen imponeren.